niet werken. En ik ga natuurlijk eerst even vertellen wie ik dan wel of niet ben. Ik ben Marije Schaken. Ik werk bij Eend. Eend is een ontwerpbureau in Utrecht. En wij houden ons bezig met. Wij houden ons bezig met het verbeteren van online dienstverlening in de publieke sector. We hebben de afgelopen 20 jaar heel veel websites ontworpen en gebouwd. En een aantal jaar geleden de beslissing genomen om dat exclusief te gaan doen voor de publieke sector. Omdat daar gewoon nog heel veel te doen is. De publieke sector is iets waar we allemaal gebruik van moeten maken. Je hebt geen keuze. Als je in een bepaalde gemeente werkt of woont, dan moet je gebruik maken van hun dienstenverlening. Dus gemeentesites helpen we graag aan mee. Sites van de Rijksoverheid, sites van provincies. Allemaal dingen die grote impact hebben op het leven van gewone mensen. En omdat wij al zo lang in die sector werken, zijn we daar ook best wel heel goed in geworden. En dat doen we onder andere dus voor de Rijksoverheid, voor de KB hebben we gewerkt, gemeente Utrecht, ProRail. Hier zie je een paar voorbeelden van voor wie we dat gedaan hebben. In ons werk hebben we best vaak te maken met best wel dikke RFP's. En dat lijkt een hele goede manier om de juiste partij te zoeken voor het project wat je wil gaan doen. Je vraagt dan partijen die geïnteresseerd zijn om een voorstel te schrijven en om dat te doen volgens een format wat je zelf hebt opgesteld. En dan ga je, als dat allemaal binnen is, de voorstellen scoren op een bepaalde matrix. En dan rolt er een onpartijdige keuze uit. Kan je netjes alles op een rijtje zetten, optellen en aftrekken. En dan zie je wie de beste is om voor jou dat project te gaan doen. Nadeel is alleen dat dat niet werkt. En vooral niet in onze branche. Het klinkt namelijk heel professioneel, zo'n proces. Maar ik ga jullie vertellen waarom het niet zo goed werkt. Het heeft te maken met schijnzekerheid. Het heeft te maken met verspilling. Zo'n RFP-proces zorgt ervoor dat er veel verspilling is. Daarna ga ik jullie vertellen wat dan wel. Hoe gaan we het dan wel doen? Als je vragen hebt trouwens tussendoor, gooi het in de chat. Daar komen we misschien tussendoor aan toe of aan het einde van de sessie. Maar stel ze maar alvast. Oké, okay. Wat is in onze branche, dus met mensen aan de slag om goede online dienstverlening te maken, wat is dan het grootste probleem waar we tegenaan lopen bij zo'n RFP? Dat is dit. Dit is geen directe collega van mij. Het is een voormalige opdrachtgever die nu bij een ander bedrijf werkt. Maar Frank Schaap tweette dit een maandje geleden. En daar ben ik het heel erg mee eens. En hij zegt: als je ziet hoeveel moeite het kost om samen alle criteria van een user story helder, duidelijk en door alle partijen hetzelfde geïnterpreteerd op te schrijven, dan is het schrijven van een plan van eisen slash wensen door slechts één van beide partijen gedoemd tot mislukken. En dat is eigenlijk precies wat een RFP is. Dat is een plan van eisen en wensen, maar dan vanuit één partij. En Frank en ik denken dus allebei dat dat gewoon echt geen goed idee is. Je kan het namelijk niet alleen, je kan het niet vanuit je eigen beperkte blikveld en je moet elkaar aanvullen als opdrachtgever en als partij die je gaat helpen daarbij. Maar waarom doen zoveel partijen het dan toch nog steeds op die manier? Mijn analyse is dat mensen heel graag zekerheid willen. Je gaat netjes alles afvinken, je gaat alles langs. Je wil een partij selecteren die de beste prijs-kwaliteitscombinatie biedt. Daar kan niemand op tegen zijn. Dat is een mooi doel. Beste prijs-kwaliteitsverhouding, wie wil dat nou niet? Maar het is een beetje schijn. Als je scoort op prijs in je scoringsmatrix, dan kan je heel goed laten zien. Hey, dat is de verkeerde kant op, sorry. Prijzen en vooral uurtarieven, die zeggen namelijk niet zoveel. Je kan namelijk beter een duur iemand inhuren die iets snel en effectief voor je maakt.
dan iemand die er heel veel uren in gaat steken tegen weinig, tegen een laag tarief, maar uiteindelijk niet met een goede oplossing komt. Dat is gewoon zonde. Dus wat zegt die prijs nou uiteindelijk? Wat we ook vaak zien is een hele rits vragen en eisen over het bedrijf, over de leverancier. Het gaat dan bijvoorbeeld over omzetgrootte. Je moet voldoen aan een bepaalde omzetgrootte. Je moet een bepaald aantal medewerkers hebben. Of je moet laten zien dat je bedrijf al x jaar bestaat. Dat zou iets kunnen zeggen. Maar het is helemaal niet zeker dat het iets zegt. Want je weet helemaal niet hoe het in de toekomst met het bedrijf zal gaan. En het zegt ook niet iets over de kwaliteit van het geleverde werk. Wat je ook vaak ziet is dat aanvragers graag een level playing field willen organiseren. Ervoor zorgen dat iedereen dezelfde uitgangspositie heeft qua informatie. Dan mogen mensen hun vragen insturen per e-mail. Dus de aanbieders mogen hun vragen per e-mail insturen. En dan gaat de aanvrager al die vragen beantwoorden. En dan alle vragen en antwoorden naar alle partijen die meedoen opsturen. Dan werkt iedereen weer vanuit dezelfde informatie. Dat is ook een mooi idee en dat lijkt ook heel professioneel. Maar een van de gevolgen daarvan is dat je als bureau niet je beste vragen gaat stellen. Omdat alle antwoorden namelijk weer naar iedereen toe gaan. En zo kun je dus vaak informatie weggeven aan je concurrenten, wat je helemaal niet wil. En tegelijkertijd levert het ook geen betere offerte op, omdat je als leverancier die een vraag stelt niet kunt doorvragen. Je kunt niet de aannames van degene die de vraag stelt ter discussie stellen of daar een gesprek over beginnen. En het grootste probleem wat wij zien met dit soort processen is dat er zoveel verspilling optreedt in zo'n aanvraag. Stel je voor, dit staat altijd in zo'n offerteaanvraag. Hè? De door u gemaakte kosten in verband met het uitbrengen van uw offerte zullen niet door ons worden vergoed, ongeacht of de offerte tot het sluiten van een overeenkomst zal leiden. Er is niks mis met die zin, dat snap ik ook helemaal. Maar het betekent wel dat als je bijvoorbeeld te maken hebt met een projectomvang van zeg 60.000 euro, wat in mijn branche een normaal budget is om mee te werken voor het soort projecten wat wij doen. Als je dat voor 60.000 euro uitzet en je vraagt 6 partijen om al je formulieren in te vullen, misschien een pitchpresentatie te maken, langs te komen voor die presentatie, allerlei technische dingen uit te zoeken, dan kan het maar zo dat zijn dat elk van die 6 partijen die je vraagt, daar gewoon voor 10.000 euro aan werk in aan te steken is. Dat betekent dan dat er vanuit de markt al 60.000 euro getrokken wordt, terwijl er maar 1 partij zal zijn die opdracht krijgt. Dus daar wordt een heleboel waarde vernietigd. Als je dat uit gaat rekenen, dan wordt zelfs 85% van die waarde vernietigd. Dat verdwijnt allemaal in de prullenbak. En het is vaak ook nog zo dat het werk wat die ene partij die je selecteert heeft gedaan, dat ook weggegooid moet worden. Want als je werkelijk met elkaar aan de slag gaat, dan blijkt vaak dat je eigen aannames niet klopten, dat er toch dingen anders moesten. Je leverancier komt met betere ideeën over hoe dingen opgelost kunnen worden. Dus ook dat werk wat ze daarin hebben gestoken, kan ook nog weggegooid worden. Je hebt namelijk niet een diagnose opgesteld met mensen die er heel veel verstand van hebben. En nou zou je denken, jammer dat die bedrijven hun geld weg is. Dat is risico van het vak. Zo gaat dat nou eenmaal in de wereld. Maar uiteindelijk ga je er ook wel zelf voor betalen. Want al die bedrijven die jij hebt gevraagd om een respons te sturen op jouw vraag, die moeten dat geld ook wel weer ergens vandaan halen. Dat moeten ze op de een of andere manier wel verdienen. Dus dat veroorzaakt dan ook
dat ze hun tarieven omhoog gaan doen om meer marge te realiseren op andere projecten, zodat ze wel kunnen blijven voortbestaan. Dus als we dit allemaal blijven doen met z'n allen op deze manier aanvragen, dan betekent dat dat de tarieven omhoog gaan en dat we dus allemaal meer gaan betalen. En dat er eigenlijk minder dingen echt opgelost zijn in de wereld. Want in die tijd en met dat geld hadden we ook andere zaken al kunnen maken. En dat gaat over het werk van de partijen die je hebt gevraagd. Maar er is natuurlijk ook binnen je eigen organisatie moet er nog heel veel werk gebeuren. Als je zulke grote aanvragen uitstuurt en die moeten allemaal gescoord worden en allemaal gematrixt en je moet ze allemaal bespreken intern, kost dat jullie intern ook enorm veel werk. En dat is ook werk waar je op zich niet heel veel van leert. Het voegt ook niet iets toe aan je eigen dienstverlening. Ook weer tijd die je zou kunnen gebruiken om je klanten te helpen of je burgers bij te staan of zo. Goed. Waar komt het op neer? Je bent op zoek naar een bureau dat jouw probleem begrijpt en dat een goede oplossing voor jou kan realiseren, voor jouw bedrijf. Dus ik adviseer om te kiezen, om te selecteren op bewezen expertise en op bewezen succesvolle uitvoering. Hoe ga je dat doen? Dat ga je in eerste instantie doen door huiswerk te doen. Wij komen nog steeds bij veel organisaties waar nog eigenlijk te weinig expertise in huis is over hoe werken websites, wat moet je ermee, hoe werkt online dienstverlening, hoe kun je dienstverlening goed vormgeven zodat je klanten zo min mogelijk obstakels tegenkomen. Dus er is weinig interne kennis. Wat ik ook zou adviseren is om je eigen referentiekader over het probleem zoals je dat zelf ziet, om dat wat groter te maken. Om een goede beoordeling te kunnen maken van degene die jou gaat helpen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door congressen te bezoeken, maar ook door vakliteratuur te lezen over, in mijn geval dan, de online dienstverlening. Maar misschien de beste manier is wel om te praten met andere mensen in dezelfde situatie als jij. Dus als je bij een gemeente werkt, ga met andere gemeentes praten over hoe hebben jullie dat gedaan? Welke partijen heb je daarvoor gebruikt? Wat werkte er wel? Wat werkte er niet? Wat zou je mij adviseren om te doen? Je kunt dat ook met je concurrenten bespreken. Natuurlijk, nou, gemeenten zijn natuurlijk geen concurrenten, maar als je in een andere omgeving zit, bijvoorbeeld als je bij een ziekenhuis werkt, dan zijn er wel degelijk ziekenhuizen in je buurt die je als concurrent zou kunnen zien, maar die je wel zou kunnen vragen, hoe doen jullie dat? En waar heb je mee te maken vooral? Dan ga je onderzoeken welke bureaus, welke aanbieders er goed bekend staan in jouw branche. Ook dat kun je gewoon vragen. Dat is wel veel werk allemaal. Dat realiseer ik me. Maar het is nuttig werk. Want het helpt je niet alleen bij het selecteren van een goed bureau wat dingen voor je op kan lossen. Maar het geeft jouzelf als mens, maar ook als organisatie, meer slagkracht, meer achtergrond. Waardoor je ook kunt beoordelen of iemand goede adviezen geeft, maar ook niet probeert om je knollen voor citroenen te verkopen. Het wapent je tegen mooie verkooppraatjes. En dat zorgt ervoor dat je ook tijdens het project een betere opdrachtgever bent. Als je dan 2 of 3 partijen hebt gevonden waarvan jij denkt, nou, dat ziet er wel goed uit, die zouden ons wel kunnen helpen met dit project, dan kun je ze uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dat is geen bureaupresentatie, dat is zeker geen pitchmeeting waarin ze alvast een oplossing kunnen geven. Het is echt een kennismaking om te kijken van zijn dit mensen die bij ons passen en zijn dit mensen die ook
in staat zijn om te gaan doen wat wij van ze willen. Dus vanuit jezelf, zou ik met deze mensen willen werken? Of zouden wij als organisatie met deze mensen willen werken? Maar ook vanaf de andere kant. Als je de mensen op bezoek hebt en je legt je problemen voor, een project wat je voor ogen hebt en wat je ongeveer wil gaan doen, hoe reageren ze daarop? Vinden zij dat interessant? Of zeggen ze, nou, het is een interessant project, maar het past misschien niet helemaal bij ons hier en hier en hierom. Nou, als je een echte goeie hebt, dan zullen ze ook nog zeggen, eigenlijk moet je niet bij ons zijn, maar moet je bij die mensen zijn. Want die hebben er veel meer verstand van. En tijdens dat gesprek let je natuurlijk op of dit mensen zijn waar je graag mee zou willen samenwerken. Zijn ze aardig? Zijn ze slim? Reageren ze goed op wat je zegt? Wat vertellen ze over projecten die ze eerder hebben gedaan? Sluit dat goed aan bij wat je wil? En snappen ze jouw problemen? Of als ze nog geen oplossing weten voor jouw probleem, of hebben ze een idee van hoe ze wel bij die oplossing zouden kunnen komen? Wat is hun plan om het te gaan doen? Hoe gaan ze dat wel begrijpen? Wat ook een hele belangrijke is in dat kennismakingsgesprek, is vertel je budget. Daar zijn de meeste mensen, meeste bedrijven een beetje huiverig over om dat budget te vertellen. En dat snap ik ook. Ik snap heel goed wat voor rationale daarachter zit. Het idee van, ja, als ik mensen vertel hoeveel budget ik heb, dan gaan ze gewoon de offerte daar naartoe schrijven. Maar ik zou het toch doen, omdat het A, iets laat zien over vertrouwen. Ik vertrouw jou als professional tegenover mij en ik vertel je hoeveel budget ik heb. Laten we samen gaan kijken wat we daarvoor kunnen doen. Maar het geeft ook je ambitieniveau weer. En dat is ook heel belangrijk voor de tegenpartij om te weten of dat bij elkaar past. En wat voor soort project het gaat worden. Namelijk een website, die kan je bouwen voor 2000 euro, maar je kan hem ook bouwen voor 200.000 euro of je kan hem bouwen voor 2 miljoen. Als jij laat zien wat het budget is, dan kan de tegenpartij met je meedenken over wat daarmee kan gebeuren. En D, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ga samen aan de slag met degene die je selecteert. Als je dus nog twee partijen over hebt bijvoorbeeld, of nog één partij over hebt van degene waar je het liefst mee aan de slag wil gaan, ga dan samen het projectplan opstellen. Dus wat die tweet van Frank die ik liet zien, dat je echt daar samen mee naar moet kijken van wat willen we nou eigenlijk, wat willen we bereiken, hoe willen we dat dingen functioneren in onze site, voor welke mensen willen we dat gaan doen. Dat moet je eigenlijk echt uitwerken met de experts, omdat zij ook hun ervaring mee kunnen nemen, hun kennis mee kunnen nemen. Maar ook gewoon zaken als, ja, je kunt wel denken dat we helemaal aan het eind van het traject in 2 weken alle content erin gaan zetten. Maar dat moet je veel eerder mee beginnen. Voor allemaal van die praktische zaken waarbij bureaus je echt kunnen helpen om ook een soort reality check te doen. Dus je gaat samen dat projectplan opstellen, samen bekijken wat je daarin wil gaan zetten. En dat wat je samen hebt opgesteld, dat wordt het contract. Dus het is niet wij stellen op wat we hebben willen en jullie tekenen bij het plekje waar je kan tekenen. We stellen samen dit plan op en we hebben gedeeld eigenaarschap daarvoor en gaan daarmee aan de slag. Als je dit nou een beetje eng vindt om dat zo te doen, als je het te groot vindt, dan kun je er ook aan denken om op het moment dat je een partij hebt geselecteerd die je wel oké lijkt, waar je een goed gevoel bij hebt en denkt van ja, met deze mensen zou ik echt wel kunnen werken. Maar dan zou je ook samen een klein stapje kunnen gaan doen. Dat hebben we bijvoorbeeld wel eens gedaan bij de provincie Groningen. Dat voelde heel goed, dat was een fijne kennismaking geweest. Maar om direct de hele site te gaan doen, dat ging voor de organisatie wat te ver. En dat vonden wij ook een beetje tricky. Dus toen hebben we eerst één klein onderdeel van de site gepakt. Zijn we begonnen met het onderdeel subsidies.
Dat was een klein onderdeeltje van de site wat sowieso op de schop moest. En daar zijn we samen mee aan de slag gegaan. We hebben onderzoeken gedaan, ontwerp gedaan, alles getest met mensen uit de provincie, dingen nog weer verbeterd en daar nieuwe ontwerpen opgeleverd. En daarmee was er al een praktisch iets. En zij hoefden ons alleen maar in te huren voor dat ene onderdeeltje. Dat is helemaal uitgewerkt. Daarmee stond er een ding al in de echte wereld, waarmee echte Groningers geholpen werden om beter hun doelen te bereiken. En dat gaf zo'n goed gevoel aan alle kanten, dat de enthousiasme daar aan de kant van de provincie was en het enthousiasme aan de kant van ons. En we hadden dus ook al resultaten die we konden zien, laten zien aan hun management. En daarmee was de zaak beklonken dat we echt het grote project gingen opzetten voor hen. Goed, wat ik jullie dus wil oproepen is om meer durf te tonen. Dus sneller naar aanbieders te gaan met je vraag. Ook al is je vraag nog niet totaal uitgekristalliseerd. Dus te beginnen met huiswerk doen, contacten leggen, gesprekken houden. En op het moment dat dingen goed voelen, om daar dan bijvoorbeeld te beginnen met een klein project. Of direct samen projectplannen op te gaan schrijven. Maar maak gebruik van elkaars sterke kanten. Durf erin te stappen en durf verder te kijken dan wat je altijd geleerd hebt over netjes alles documenteren en van tevoren en daarmee met een keurig af te vinken matrix aan de slag te gaan. Oké. Want dan kom je aan een projectplan wat je hebt opgesteld samen en dat gaat waarschijnlijk veel beter functioneren dan wat je zelf had kunnen bedenken. Oké. Dit was wat ik wilde vertellen. En als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Dankjewel voor de handjes. Ik zie geen vragen. Ineke, zullen we dan de sessie stoppen en de mensen terugbrengen naar de lobby? Oké. Dankjewel, Judith.